RTV Weeknieuws van maandag 7 februari. Met deze week. Eerste sleutel nieuwbouw het zand uitgereikt. Voetgangersbrug nieuw sportcomplex De Krom geplaatst. En rode buurt na renovatieproject officieel opgeleverd. Afgelopen week is de voetgangersverbinding met de nieuwe sportvoorziening bovenop de voormalige vuilstort een feit geworden. De voetgangersbrug, die de naam Olympiabrug heeft gekregen, is geplaatst op Sportpark De Krom. Langzaam maar zeker krijgt het nieuwe sportcomplex vorm. Ja, het wordt echt mooi. Je ziet die brug en het park zelf en de voorziening die we hebben. Het is echt iets om trots op te zijn, vind ik. Ja. Het wordt nu gebouwd aan de voorziening voor de schietvereniging. De kantine voor de atletiekvereniging wordt gebouwd. En in augustus gaan we het park helemaal openen. Het wordt ook een prachtige happening. Van 2 dagen. Ik kan niet helemaal precies vertellen wat er gaat gebeuren, maar dat wordt echt heel, heel mooi. Ja. En er wordt ook nu gewerkt aan een landmark hier op de hoek van het sportcomplex. En ik heb vanochtend daar even het concept voor gezien. Een landmark waar je echt kan zien van, dat het bij dit complex hoort. Sportpark De Krom. En ja, ook dat is hartverwarmend. Dus ja, een stukje Katwijk waar we met elkaar trots op kunnen zijn, denk ik. Met de uitbreiding van Sportpark De Krom heeft de gemeente Katwijk toch wel veel sportvelden en faciliteiten. We groeien natuurlijk nog als gemeente, als Valkenburg, de wijk Valkenburg erbij komt. Dan zullen we daar ook nog eens moeten kijken. Daar hebben we natuurlijk ook wel Rijnvogels liggen, wat nog kan groeien en wat misschien gaat groeien. Maar in ieder geval denk ik dat wij als gemeente Katwijk trots kunnen zijn op de sportvoorzieningen die we hebben. Als je ziet wat we hebben, we gaan het zwembad nog renoveren. Daar worden nu de plannen voor gemaakt. Dus we zijn niet alleen aan het ombuigen, we zijn ook aan het investeren in onze gemeenschap. De politie Hollands Midden heeft maandag 31 januari een 47-jarige man uit Katwijk aangehouden op verdenking van ontucht met 2 minderjarige jongens. De jongens deden onlangs aangifte. De verdachte is afgelopen week voorgeleid voor de rechtercommissaris die hem voor 14 dagen in bewaring stelde. Het onderzoek is momenteel nog in volle gang. Ter gelegenheid van de afronding van het grootschalige renovatie- en nieuwbouwproject in de Rode Buurt is tijdens een groot buurtfeest de teruggeplaatste gedenksteen onthuld. Met deze onthulling is het project Rode Buurt officieel opgeleverd. Onder een flauw februarizonnetje is men aan het Katwijkse strand weer begonnen met de voorbereidingen voor de opbouw van de strandpaviljoens. Medio maart prijken de strandtenten weer langs de Katwijkse boulevard. In totaal zullen dat er 13 stuk zijn. De eerste sleutel van de nieuwbouwwoningen in de nieuwbouwwijk Het Zand is uitgereikt. Op deze locatie is een mix van woningen gerealiseerd. Voorheen stonden hier 3 galerijflats uit de jaren 60. Maar deze woningen waren kwalitatief verouderd en zijn in 2009 gesloopt. In de aangekondigde bezuinigingen van de gemeente Katwijk zal ook het schoolzwemmen het moeten gaan ontgelden. Een ombuiging die zowel bij de burgers als bij politieke partijen op weerstand stuit. Aan de ene kant zijn we het met college eens dat er een sprake is van een bepaalde verantwoordelijkheid van ouders. En heel veel ouders nemen die verantwoordelijkheid gelukkig ook. Dus die gaan gewoon hun eigen kinderen zwemmen leren. Prima, een hele goede zaak. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat er ouders zijn die minder financieel draagkrachtig zijn. Of grote gezinnen.
waarbij dus de mogelijkheid om zelf een kind te leren zwemmen financieel best heel lastig is. En in een waterrijke omgeving als Katwijk hebben wij de mening van, moet je dat willen? Moet je kinderen dan zonder diploma door Katwijk heen kunnen laten gaan, terwijl ze toch het risico hebben dat ze met al dat water gevaren kunnen lopen? Je ouders hebben een verantwoording, maar een stukje bij de school voor de ontwikkeling van het bewegen en alles, dat vind ik ook wel heel erg belangrijk. Dat hoort eigenlijk ook bij de gym en het zwemmen hoort, het ene kind vindt dit leuk en de ander dat, dus dat is eigenlijk... vind ik eigenlijk voor beide wel belangrijk. Ik denk dat het heel verstandig is dat de kinderen leren zwemmen, ook omdat er overal water is. Ook om het plezier en de ontspanning. Dus ik denk dat het een verkeerde keuze zal zijn. En u vindt niet de eigen verantwoordelijkheid van de ouders om ze te leren? Dat zou het moeten zijn, maar dat geldt niet voor iedereen. En ik bedoel, het is ook voor sommige mensen toch een geldkwestie. Kijk, het sporten kost een hoop geld, zwemmen kost een hoop geld. Dus niet iedereen zou het kunnen en willen opbrengen. Ik denk dus, misschien zou er een compromis gezocht moeten worden in een kleine eigen bijdrage. En wat gewoon voor iedereen betaalbaar is. We zitten hier vlak aan zee. En er zijn ook wel mensen die echt niet kunnen betalen om die kinderen zwemles te geven. Want dat is een vrij kostbare zaak. Dat heb ik vroeger wel meegemaakt. En wij kunnen het dus wel betalen. Dus ik heb een kind zwemles gegeven. Maar er zijn ook mensen die dat niet kunnen betalen. Dus ik vind dat niet zo'n goed idee. Mensen die het zelf kunnen betalen, nou, die moeten dat zelf kunnen doen. Daar kunnen we ons prima in vinden. Maar mensen die minder financieel draagkrachtig zijn of een groot gezin. En hoe je dat gaat inkaderen, moet je natuurlijk nog even met elkaar over discussiëren. Maar ik kan me voorstellen dat je daar een bepaalde maatregel voor treft, zodat de kinderen van die gezinnen ook leren zwemmen. Alle voorgenomen bezuinigingen moeten nog wel goedgekeurd worden door de gemeenteraad. In een eerder interview gaf wethouder Mostert aan dat de gemeente er alles aan doet om de toegenomen verkeersoverlast in de Oosterleestraat in goede banen te leiden. Deze overlast wordt veroorzaakt door het afsluiten van de hoofdstraat. Kijk, als je hier op de Zandlaan rijdt en je komt aanrijden, dan zie je dat je niet naar Valkenburg kan. Dus ik verbaas me dan over hoeveel auto's daar dan toch door dat straatje heen gaan. Er zijn allemaal mensen die het stomweg gaan proberen. Afgelopen week zijn er echter extra omleidingsborden geplaatst die het verkeer juist via de Oosterleestraat leiden. De gemeente verklaarde dat de borden onder andere op verzoek van de betreffende winkeliers zijn geplaatst en dat de Oosterleestraat de enige route is die de twee delen van Valkenburg met elkaar verbindt. Een omleidingsroute via de N206 was geen optie. Tot zover het weeknieuws van deze week. Meer nieuws vindt u op www.rtvkatwijk.nl. Een nieuw nieuws is er op maandag 14 februari. Tips en reacties kunt u mailen naar redactie@rtvkatwijk.nl.